was dat in het begin ook niet altijd even helder. Wat is dat nu juist wel en net niet? Het KBF-verhaal tot nu toe. Dus dat is ook een belangrijke om toch even te schetsen. En hoe dat je eventueel de overgang van trailrun naar skyrunnen kan maken. Daar spelen we dan eigenlijk vooral in op de ervaringsdeskundigen Jasper en Jo. Die hun eigen verhaal komen vertellen, want dat is toch niet onbelangrijk. En dan hebben we natuurlijk ruimte voor nog wat vragen. Moesten jullie ondertussen ook vragen hebben, die kan je perfect in de chat stellen. Dus zeer welkom om die in de chat te stellen. En afhankelijk van de situatie zullen we die meteen behandelen of gaan we die op het einde overlopen. Kort toch nog even, wat is skyrunnen? Ja, je hebt trailrunnen, dat valt onder de Atletiek Federatie. En skyrunnen, ja, wij zien dat als een discipline van de KBF, als de Klim- en Bergsportfederatie. Waarom? Omdat skyrunnen natuurlijk, ja, het zegt hetzelfde, het zit dicht bij de lucht, hè, in de bergen, hoog, hè, bij voorkeur boven de 2000 meter. Steiltegraad is ook zeer steil over een stuk van het parcours. Een bepaalde moeilijkheidsgraad van het terrein. Het zijn dus vaak ook niet zo gemakkelijke paden. De getuigenissen zullen daar zelfs wel iets meer over vertellen. Wat mocht je u verwachten? Is dat altijd zo'n schoon padje omhoog of omlaag? Ja, dat is het blijkbaar niet altijd. Er zijn ook bepaalde zaken die je tijdens een skyrun-wedstrijd of skyrun-event perfect kan gebruiken, die in een trail-wedstrijd niet zo gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld stijgijzers of sticks, of ja, het feit dat je moet klauteren, dat zal niet in heel veel trails aan bod komen. Skyrunning kent natuurlijk ook heel wat disciplines, subdisciplines, daar gaan we zelfs ook iets meer over vertellen. Wat je ook moet weten is dat het voorlopig nog geen Olympisch erkende discipline is. Die vijfde disciplines, ik zei het al, sky, ja, dat is eigenlijk de klassieke kortere afstand. Dat is meestal onder de 20 kilometer en zit de hoogteverschil van 1200 meter minstens in. Er zijn nog een aantal andere aspecten die ermee te maken hebben, maar goed, dat zijn de belangrijkste zaken. Bij Sky Ultra dan gaat het over afstanden, ja, boven de... Sky is een afstand minimum 20 kilometer en Ultra is minstens 50 kilometer en gaat tot in de net geen 100 kilometer. En daar is wel een tijdslimiet ook en hoogtemeters zijn minstens 3000 meter. Sky Vertical zegt het zelf, ja, dat is eigenlijk vooral recht omhoog lopen tegen een bepaalde tijd. Sky Speed is een zeer korte afstand en gewoon zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk geraken. Sky Snow, dat is in de sneeuw. Zo simpel is het. De weersomstandigheden zijn dan net iets anders, veel complexer. Daar ga je dan ook sowieso crampons en dergelijke meer zien. Dus dat is toch zeer avontuurlijk. Je mag ook weten dat het een blessuregevoelige sport is en dat er toch heel wat mensen uitvallen tijdens zo'n event of wedstrijd. Maar goed, dat trekt misschien ook net aan en vandaar dat we toch even een paar dingen daarover willen zeggen vandaag. The sky is the limit. Waarom zijn we met KBF daar eigenlijk in geëngageerd geraakt in het skyrunnen? In het algemeen kunnen we stellen dat bergsporten in de lift zitten. Dat de mensen graag naar buiten gaan, dankzij corona ook ondertussen, maar ook gewoon al daarvoor al. Mensen trekken graag naar de bergen. Het vrijheidsgevoel dat je daar kan krijgen is heel groot. Je kan gaan wandelen, je kan daar gaan backcraften in de bergen. Je kan heel veel verschillende bergsportdisciplines gaan combineren. Als per vakantie of gewoon met het doel om daar te gaan trainen. Voilà. Iedereen die in de bergsport actief is, ja, die gaat zelden zich tot één discipline toeleggen. Meestal zijn dat meerdere, hè. Meestal gecombineerd met bergwandelen. Alpinisten die gaan ook vaak andere disciplines doen, zoals via Ferrata en dergelijke meer. Skitouring. Wij zien dat heel veel in onze leden, dat die een melange zoeken van disciplines in de bergsport. En ja, het skyrunnen was ook een van die vragen. Van, ja, we hebben lopers die in de bergen lopen, maar die eigenlijk... daarnaast vooral alpinist zijn of bergwandelen, maar die waren dan niet verzekerd als de skyrunde, want ja, dat was geen erkende discipline bij de Klim- en Bergsportfederatie. Dus we vonden dat belangrijk om daar even naar te luisteren en dan hebben we eigenlijk een soort van dialoog opgezet met de mensen die we dachten dat aan skyrunning deden of die daar interesse voor hadden. En zo zijn we ertoe gekomen om die discipline te erkennen, omdat we voelen dat de community, de bergsportcommunity, daar een vraag naar heeft. Natuurlijk, de KBF wil niet enkel mensen die de bergen ingaan, maar wil ook vooral dat mensen verantwoord de bergen ingaan. Hè. Dus wij volgen jaarlijks ook de ongevallenstatistieken op, hebben een eigen ongevallenregistratiesysteem. Dus natuurlijk bij skyrunnen willen we ook dat die mensen die daaraan deelnemen zo verantwoord mogelijk mee aan die sport doen. En vandaar dat we ook voor en door de community
een aantal initiatieven hebben opgezet. En vandaag zijn er een aantal beperkte initiatieven. We gaan daar straks even bij stilstaan. En de bedoeling is dat dat in de toekomst groeit. Net zoals we vandaag een soort van bijeenkomst hebben, digitaal hopen we een aantal fysieke bijeenkomsten te faciliteren. Alleszins proberen we vanuit die community behoeften te werken en niet aanbodgestuurd te werken, maar eerder vraaggestuurd. Dus vanavond is een beetje het enige wat echt aanbodgestuurd is, maar alle andere initiatieven, die doen we in dialoog. Dus waar is er vraag naar? Wat kunnen we bieden? Hoe kunnen we dat organiseren? Hoe kunnen we dat samen organiseren? Want het is ook de bedoeling dat de community dat zelf ook een beetje draagt, zodat we een organische opbouw kennen. Dat het niet geforceerd aanvoelt, maar dat het echt voor en door skyrunners is. Of mensen die de ambitie hebben om aan skyrunning te doen. Want zoals bij elke sport beoogt KBF een soort van gezonde instroom, dat mensen starten op een verantwoorde manier en doorgroeien in die sport. En ja, van het een komt het ander. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Er is ook een wedstrijdcircuit. En dat wedstrijdcircuit, dat kunnen we toch wel zeggen, dat zeer stevig aanwezig is in de Bergen. Soms zelfs een beetje heel commercieel, maar goed, daar proberen we even abstractie van te maken. En daar participeren we ook aan met ons Skyrun team. Maar dat wil niet zeggen dat jullie geïnteresseerd daar ook niet aan die events kunnen deelnemen. Daar gaan we straks ook even iets langer bij stilstaan. Dus we hebben dus Skyrunnen erkend als discipline binnen de Klim- en Bergsportfederatie. En dat houdt in, dus als je lid bent van de Klim- en Bergsportfederatie, dat je niet alleen de voordelen hebt bij de outdoor winkels hier en dat je hier ook verzekerd bent in België bij het lopen of bij het voorbereiden van je bergsportactiviteiten, dat je korting hebt in de hut en zo, maar dat je ook vooral in de bergen verzekerd bent als je aan die sport doet. En dat is toch wel niet onbelangrijk. Zeker omdat het ook voor heel veel van die events een voorwaarde is om te mogen deelnemen bij een team. Oei, ik ben gedempt. Alright, ik ga gewoon even verder. Die verantwoorde sportbeleving, waarop willen wij inzetten? Ja, dopingvrij sporten natuurlijk. Hè. Dat is de bakermat van onze sportambities. Dat mensen op een verantwoorde manier sporten, dat wil zeggen dat ze inderdaad hun levensstijl op maat van die sport misschien organiseren. Maar we willen toch wel benadrukken dat dopingvrij daarin centraal moet staan. Ook voorbereiding op maat van je eigen uitdaging. Hè. Dat wil dus ook zeggen dat je afhankelijk van je ambitie, maar ook van je ervaring, een eigen traject loopt. Dat is niet een traject dat, standaard doorlopen kan worden. Als je 100 keer traint, ja, dat wil dan niet zeggen dat je daarom gegarandeerd kan deelnemen aan elke wedstrijd of aan elk event. Want je lichaam reageert anders dan dat van een ander is. Je ervaring in de bergen is anders. Dus het is heel belangrijk dat je op maat van je eigen ambitieniveau, maar ook van de uitdaging waarvoor je staat, dat je dan eigenlijk je daarop voorbereidt. KBF probeert daarin te ondersteunen. We gaan op dit moment hebben we nog geen trainingsschema's of zo, omdat die ook weinig realistisch zijn. Wat willen we wel doen? We willen met deze webinar inspireren, motiveren, de mensen bijeenbrengen, zodat er ervaringsdeskundigen onder elkaar wat ervaringen kunnen delen, dat de mensen elkaar leren kennen, een community vormen. En daaruit gaan we proberen ook een aantal thematische workshops specifiek voor skyrunners op te zetten. Binnenkort hebben we een Skyrun Gathering, daar ga ik zeker nog op in, Samus. Dat is echt op maat van de Skyrun community, daar gaan we in de diepte op in op een aantal thema's. Maar ook gaan we het reguliere aanbod van bergsportaspecten, zoals weerkunde, zoals bepaalde materialen, noem maar op, staptechnieken, daar kunnen jullie dan ook aan deelnemen en jullie zo voorbereiden op technischer terrein in de bergen. En zo proberen vanuit ons aanbod, onze expertise die wij hebben, onze sterktes, ook in te spelen op bepaalde behoeften die zouden kunnen bestaan bij jullie. Was ook heel belangrijk in die sportbeleving, zeker omdat het toch een duur sport is in zeer complexe omstandigheden, zowel qua weer als qua terrein. Blessures zijn zeer snel aanwezig, kunt u heel snel serieus pijn doen in de bergen. Dus laat u ook medisch begeleiden in wat kan uw lichaam aan, wat kan uw lichaam niet aan, wat zijn de signalen van uw lichaam en hoe reageer ik daarop en hoe kan ik daar eventueel aan remediëren of preventief rond trainen. Dus dat is heel belangrijk. Ervaringen delen, het is een beetje geven en nemen in die community. Hè. Als je veel geeft, dan krijg je vaak ook heel veel terug in zo'n buitensportcommunity.
We hebben dat gezien bij het bergwandelen, bij andere disciplines, bij de Via Ferrata, maar ook bijvoorbeeld bij canyoning. En we hopen ook dat jullie als skyrunners elkaar vinden en ervaringen uitwisselen. Want wat voor de ene goed werkt, werkt voor de andere niet. Maar in de ene context zijn bepaalde tips wel handig en in de andere context zijn andere tips handig. En wij als KBF gaan zeker niet claimen dat we de experts zijn in skyrunnen. We gaan nu vanuit de ervaringsdeskundige kennis opbouwen en zo verder de sport ontwikkelen. We laten ons natuurlijk ook bijstaan door wel een aantal experts buiten onze sportdisciplines, kiné en dergelijke meer, trainingscentra. Daar kunnen we zeker mee aan de slag gaan om specifieke expertise binnen te brengen. Maar ervaringen delen in die community, dat blijft een beetje de bakermat van heel dit verhaal. Als je naar de bergen gaat, probeer je alsjeblieft voldoende te verzekeren. We kunnen dat alleen maar benadrukken. Dat kan via andere organisaties, maar ook via KBF. En via KBF is handig, omdat je dan ook in je eigen taal mee ondersteuning krijgt. Bij de afhandeling van je dossier moest er iets gebeuren. Dus vandaar dat we dat toch even willen benadrukken. Maar verantwoorde sportbeleving, belangrijk. Even dan ingaan op dat van trailrunnen naar skyrunnen. Veel mensen in België die kennen trailrunnen, die lopen hier in de Ardennen of in de buurt, die lopen in de bossen, lopen op de heuvels. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als 4, 5 kilometer aan een stuk afdalen in de bergen of ineens 2000 hoogtemeters stijgen op een zeer steil pad. Dat is een heel andere ervaring. Maar dat wil ook niet zeggen dat niet onmogelijk is om daar naartoe te werken. Maar elke loper of loopster die loopt eigenlijk zijn eigen parcours. De ene is conditioneel heel sterk, de andere heeft een heel goede spierontwikkeling, waardoor die bijvoorbeeld in de afdalingen minder last heeft van de knieën, van gewrichtspijnen, noem maar op. Dus iedereen kan op verschillende manieren instromen en er is geen one size fits all. Er is geen oplossing voor iedereen, dat is een eigen traject, dat is de enige oplossing. Bepaal je ambitieniveau ook zelf, laat dat niet door anderen bepalen. Hè. Wat is je ambitie? Is dat één keer in de berg gaan lopen? Oké, goed, dan is het dat. Is dat elke maand in de bergen te vertoeven en te gaan lopen? Alright. Maar is dat ook bijvoorbeeld in de top 10 landen van de ultra en de skyrunners? Ja, dan zit je natuurlijk met een heel andere voorbereiding en met een heel ander ambitieniveau. Dus we willen eigenlijk iedereen samenbrengen, zodat ook hoe ooit iemand anders die heel ervaren is, nu gestart is, ja, dat die zijn kennis kan inbrengen, maar iemand die pas start, dat die ook die beginnersfouten niet allemaal moet maken, dat die kan leren van wat meer gevorderde mensen. Ook het recreatieve, hè, is perfect oké. Het hoeft zeker niet competitiegericht te zijn. Veel events zijn natuurlijk wel opgezet als een wedstrijd, maar het kan ook heel leuk zijn om deel te nemen aan een wedstrijd en niet puur te focussen op het resultaat, maar vooral over je progressie. En gewoon samen met gelijkgezinden die sport te beleven, kan ook heel leuk zijn. Dus het competitieve moet er niet per se centraal in staan. Het kan ook gewoon heel leuk zijn. Zoals ik zei, geen one size fits all. Maar het is natuurlijk wel leuk als je samen kan trainen en een beetje zo kan groeien in die sport. Nu zou ik graag het woord geven aan Jasper en Jo vervolgens om een beetje hun eigen verhaal te vertellen, zodat je hoort ja, dat ieder zijn eigen weg moest zoeken hè, en dat sommigen daar toevallig bij het skyrunnen geland zijn en dat anderen misschien al heel lang aan het skyrunnen waren en nu blij zijn misschien dat er een beetje kadering is, ondersteuning kan geboden worden. En vandaar, voilà. Jasper, aan jou het woord. En geef maar een seintje als ik door moet scrollen. Ja, ik ben er. Als je mij kunt horen, toch. Ik ben alleszins al blij met een titel ervaringsdeskundige. Al voel ik mij eerder toch nog een groentje in de sport van de skyrunning. Op trailgebied heb ik wel al veel ervaring, maar de skyrun heb ik in november voor de eerste keer gelopen in Portugal. Ik zal beginnen met wie dat ik ben. Ik ben 27 jaar. Ik woon in Hulshout. Een plat landschap. Geen enkele berg in de buurt. Ik ben ook op latere leeftijd beginnen lopen. Ik denk toen ik 21 was, voor de eerste keer aan een trail meegedaan. Onder druk van Giro-vrienden. Direct 50 kilometer. Ook met weinig voorbereiding. Het enige wat ik deed was lange duurloop, zonder enige kennis. En toch is die ervaring redelijk goed meegevallen. Ik kan ja, de mensen ook aanraden om af en toe iets te doen dat buiten hun comfortzone ligt. Of aan iets te starten waarvan je op voorhand niet zeker weet, gaat dat wel lukken of niet. In mijn geval is dat toch alleen nog maar positief uitgedraaid. Dan gaan we een beetje verder in mijn carrière. Nog een slideje verder, Jannik. Want het is een belangrijke notatie dat het bij mij echt stap voor stap is gegaan. Ik heb
buiten die eerste trailwedstrijd nooit echt heel grote sprongen gemaakt. Het is eigenlijk elk jaar een beetje serieuzer geworden. Ik ben ook aangesloten bij een atletiekclub. Ik denk in 2018 in Boyschot. En eigenlijk ging dat dan elk jaar een beetje beter en een beetje beter. Vooral sneller in mijn geval. Ik heb mij vooral gefocust op de snelheid, niet per se op de afstand, op de ultra-afstanden. En dan in september 2021 kwam ik in contact met de KBF om deel te nemen aan het EK Skyrunning. En dat was voor mij living the dream. Ik kon dat eigenlijk bijna niet geloven dat ik daaraan zou mogen deelnemen. Dus ik heb daar direct op toegehapt. Ik vond dat echt al een ervaring. Dat was gewoon al fantastisch dat ik België mocht vertegenwoordigen. En zo kom ik dan ook in Portugal terecht. Hè. Ik denk de wedstrijd zelf dat die op de volgende slide staat. We gaan er snel door. Mijn voorbereiding zelf voor dat EK verliep niet helemaal vlekkeloos, want ik heb daarvoor een half jaar gesukkeld met een hielspoor, waardoor dat ik minder kilometers kon draaien, omdat ik last had van die hiel. En het is pas eigenlijk 1 à 2 maanden voor de wedstrijd zelf dat ik dan meer volume kon beginnen trainen. En ik heb dan ook vol een bak gefocust op hoogtemeters. En voor de eerste keer in mijn leven naar een fitnesscentrum gegaan om een loopband te gaan lopen en die dan op 15% te zetten. Omdat dat in mijn omgeving de enige manier is waarop dat je echt kilometers aan een stuk bergop kunt lopen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel zijn werk heeft gedaan. Want ondanks een beperkte voorbereiding ben ik wel tevreden van de wedstrijd zelf. Nu, ik heb wel een aantal beginnersfouten gemaakt. We zaten in het hotel met allemaal professionals en het Spaanse trailrunning team was volop helemaal aanwezig. En dat gaf voor mij al heel veel stress. En als je dan nog eens aan de start komt met, de kampioen Stian Angermund. Ja, dat geeft mij al heel veel druk. En het is ook daarom dat ik supersnel ben gestart. Dat is volgens mij de eerste fout die ik heb gemaakt. Dat is ook iets wat ik ook vaker doe op wedstrijd, snel starten. Maar alleszins, na 16 kilometer waren mijn benen al redelijk verkrampt en stond ik een beetje geparkeerd. Dan heb ik bewust het tempo wat moeten dichtgooien. Maar ik heb wel, ik ben wel terug in een loopritme geraakt en ik heb de wedstrijd kunnen uitlopen. En dat was alleszins voor mij toch een geweldige ervaring van begin tot einde. De reden waarom dat ik na 16 kilometer geparkeerd stond, was volgens mij niet alleen te maken met mijn snelle start. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met voeding en drank. Omdat als er tijdens een skyrun een bevoorrading is om de 10 kilometer, dan kan het wel eens zijn dat je daar 2 uur over doet als het op technisch terrein is. Dus het is, de hellingen zijn van zo'n aard veel steiler als dat je in de Ardennen kunt lopen. Ook veel langer. Ik denk dat wij soms 3, 4, 5 kilometer aan een stuk steil bergop moesten gaan, om dan daarna 3, 4, 5 kilometer steil bergaf te gaan. En dat heeft in mijn geval er wel voor gezorgd dat mijn benen daar duidelijk niet op voorbereid waren. Volgens mij lag dat vooral ook aan de zware technische afdalingen. Want het was eigenlijk in een afdaling zelf dat mijn hamstrings echt aan het verkrampen waren. Iets wat ik op voorhand ook niet per se had verwacht. Ik dacht dat ik meer last ging hebben met de hoogtemeters, maar het was echt het afdalen dat bij mij problemen gaf. En zeker omdat iedereen naast u loopt als een zot bergaf. Dat zijn getrainde atleten die wonen misschien in de bergen. Maar in mijn geval, vanuit het platte Hulshout, heb ik denk ik te weinig kunnen trainen op afdalingen. En dat is zeker iets dat ik in de toekomst ga meepakken. Ik denk dat ik naar de volgende slide kan gaan. Een paar valkuilen. Ik denk dat ik er al een paar heb meegegeven. Neem de veiligheid serieus. Nu, als je deelneemt aan een georganiseerde skyrun, houdt de organisatie echt wel heel veel rekening met de veiligheid. Die doen er alles aan om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Er is een checklist met wat je allemaal moet meenemen, het verplicht materiaal. Dus het is echt wel heel belangrijk om dat voorhand te bekijken. Een thermisch deken zit daarbij, een fluitje. Je moet minstens 1 liter water mee hebben, of toch in het geval van Portugal, dat kan ook meer zijn. Extra regenkledij, dat werd ook gecontroleerd. Dat is de eerste wedstrijd ooit waar dat gecontroleerd werd. Op elke bevoorradingspost
stonden ook medespersoneel of personeel van de organisatie. En als die zagen dat het niet meer ging, dan halen ze u uit de wedstrijd. Ik kan ook aanraden om beter te veel mee te nemen als te weinig in uw rugzak. Zeker op gebied van voeding en drank. Want zoals daarnet al gezegd, 10 kilometer in de bergen, daar doe je soms wel 2 uur over. Als je dan maar 0,5 liter water mee hebt, is dat toch aan de lichte kant, zal ik maar zeggen. Dus in dat geval beter te veel als te weinig. Een tweede valkuil waar ik in getrapt ben, is de lange afdalingen. Ik heb het daarnet ook al gezegd, die zijn lang technisch en zwaar bergaf. Ik heb daarna ook een klein beetje opzoekingswerk over gedaan. En die spierbelasting bergaf is veel, veel zwaarder dan op andere momenten. Ik denk dat het dan ook raadzaam is om je ego een beetje aan de kant te zetten en een specialist te laten gaan. Want als je de fout maakt dat ik ook maak, of gemaakt heb, en de specialisten probeert te volgen, dan zou dat wel eens pijnlijk kunnen aflopen voor je spieren. Hè? Alleszins, ik heb het toch uitgelopen. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om naar je lichaam te luisteren. En wanneer dat het moeilijk gaat, even te vertragen, even wandelen, eten, drinken en dan terug opbouwen. Hè? Ik denk dat we aan de laatste slide zitten. Training, dat is bij mij nog een beetje een vraagteken. Dat is echt een puzzel dat je moet leggen. Zeker als je in België woont, op het platteland. We hebben hier geen echte bergen. Dus eigenlijk is het een kwestie van de bergen na te bootsen. Zoals gezegd ben ik in voorbereiding van de wedstrijd naar de fitness gegaan voor de eerste keer. Daar hebben ze wel een loopband dat je 15% kunt zetten of een stairmaster. Waarbij dat je echt de kracht in de benen traint. Het enige nadeel is, daarmee kun je enkel bergop leren lopen. De spieren dat je nodig hebt om bergaf te lopen, dat zit wat anders in elkaar, omdat het dan echt een excentrische oefening is. Dus in theorie zou je dan ook nog versteviging kunnen doen. Maar ik ben eigenlijk van mening dat je enkel kunt leren bergaf lopen door het in praktijk te brengen. Er zijn veel Belgen die heel repeats doen, dus 1 zware helling steeds op en af lopen. En dat geeft naar mijn gevoel toch gelijkaardige sensaties in de benen als dat je in de Alpen kunt krijgen. Dus ik denk dat dat zeker effectief is om de beenspieren te trainen. Ik heb erbij gezet een fiets als alternatieve training, omdat ik zelf ook af en toe op de fiets spring. En ik denk zeker die lange intensiteiten op de fiets, dat ideaal is om te leren omgaan met voeding, met drank, om je lichaam te leren wennen aan 4-5 uur aan een stuk de inspanning te doen. Dus dat is zeker iets dat ik aanraad en dat ik zelf ook ga blijven doen. De wedstrijd van 35 kilometer in Portugal. In België loopt je een wedstrijd van 35 kilometer misschien in 3 uur of 4 uur. Maar als het een skyrun is, moet je er eigenlijk wel rekenen dat je 5 à 6 uur onderweg bent. En dan ben je eigenlijk bijna in een ultra-inspanning bezig. Dus ik denk dat je zeker de duur en de intensiteit van de bergen niet mocht onderschatten. Het is ook zeker een puzzel dat ik verder wil blijven liggen naar de toekomst. Ik ben er nog niet helemaal uit. Daarom ook die poles of no poles. Ik heb zelf nog nooit met stokken gelopen, maar op de wedstrijd denk dat 2/3 bijna met stokken liep. En ik denk dat eigenlijk, dat is zeker iets dat ik voor mezelf nog wil uitklaren. Werkt dat voor mij of werkt dat niet? En ik denk dat dat ook de boodschap is voor iedereen dat aan skyrunning wil doen. Test zaken uit in de Ardennen of bij u op de plaatselijke berg. En ga de uitdaging aan, zou ik zeggen. Want het is, ik vind het fantastisch en ik wil erin blijven verder gaan. Dus ik hoop dat deze workshops inspirerend werken en dat we elkaar dan ooit eens tegenkomen. Hè? Goed, Jannik, ik ben rond. Dan is het aan jou, denk ik. Ja, nu even aan jou. En dan zal ik nog wel verduidelijken hoe dat we die wedstrijd in Portugal vanuit KBF benaderd hebben. Maar goed, Jo, graag aan jou het woord. Okay, dank u. Ja, ik ben dus Jo. Ik kom uit Herzele. Ik ben 42 jaar. Net zoals Jasper ben ik er ook een beetje ingerold. Weliswaar op nog veel latere leeftijd. Ja, gezien het aan mijn leeftijd. Ik ben eigenlijk pas beginnen lopen op mijn 30ste. Eigenlijk maar met 1 reden. En dat was vermageren. Ik,
ja, ik zat in een totaal ander levensritme als nu, zeg maar. Dus ja, dat was mijn enige doel. Zo snel mogelijk heel veel kilo's kwijtraken. Dus ik was op korte tijd een 20-tal kilo verloren. Je merkt dan ook natuurlijk hoe minder je weegt, hoe sneller dat je begint te gaan. Dus ook uw spieren, uw botten kunnen dat ook veel beter aan. Dus dreef ik nogal snel op van 2 trainingen per week naar een 5-tal trainingen per week. Ik sloot mij aan in een atletiekclub in Zottegem. Nu, op zich was dat wel leuk, die eerste jaren. Maar allez, ik miste toch wel iets. Vandaar dat ik ook nogal snel naar het offroad en het trailgebeuren ben niet overgestapt, maar eigenlijk een combinatie van atletiek en trail beginnen doen ben. Dus op basis van knooppuntjes in de Vlaamse Ardennen is dat wel vrij gekend. Zijn wij routes beginnen maken, allez, met een paar gelijkgestemden. En ja, zo zijn we eigenlijk gans de Vlaamse Ardennen beginnen verkennen. Voor mij was dat toch echt wel een openbaring. Natuurlijk, die knooppunten, hoe langer dat je loopt, hoe meer dat je hand vol begon te staan met nummertjes. Als het dan aan het regenen was, ja, hadden we soms wel eens een probleem dat we de knooppunten niet meer zagen op onze hand. Dus ja, dan ben ik overgestapt naar GPS-horloges. Dat was alleen nog een grotere openbaring voor mij, want ja, daar kun je routes en kaarten insteken. Zeker voor in de bergen vind ik die toch echt wel super handig met GPS en een kompas op en dergelijke. Dus op basis daarvan ben ik dan ook heel veel GPX'en beginnen maken voor de Vlaamse Ardennen. We zijn dan ook snel begonnen met een soort van groepje op te richten op Facebook. Dat noemt Trailroutes Vlaanderen. Momenteel zijn we al met een 24.000 leden. Dus allee, ik kan ook wel zeggen dat dat toch een succes is. Daarna, ja, dat trailrunnen op zich vond ik het wel leuk. Maar we zijn dan beginnen reizen naar de bergen. En ik moet zeggen, de platgetreden padjes begonnen mij ook nogal snel te vervelen. Dus begon ik ook daar zelf mijn routes uit te stippelen. En zo kwamen we eigenlijk in het skyrunnen terecht. Ja, dat is toch wel nog net iets anders dan trailrunnen, waar dat je eigenlijk geleidelijk aan naar boven en naar beneden gaat. Bij het skyrunnen, ja, gaat je eigenlijk gewoon recht naar boven en recht naar beneden. Jasper heeft daar juist ook al gezegd, het stijgen kan je in België best goed trainen, inderdaad op een loopband. Kunt je ook in de Ardennen wel een beetje op trainen, maar het dalen, ja, dat is ook bij mij eerlijk gezegd rampzalig. Ik ben best goed in stijgen. Ik kon zelfs op het Europees kampioenschap goed mee met de meesten, maar in het dalen, ja, dat... Jasper zei dat daarnet ook. Die mensen, dat, ja, dat waren allemaal professionals. Die vliegen nu werkelijk voorbij. Ik heb daar ook wel een paar... twee vrouwen namelijk zien in de afgrond of in een ravijn vallen. Dat was natuurlijk iets minder prettig om te zien. Maar ja, dat zei Yannick ook al. Het is een sport die wel enige risico's inhoudt. Dus ja... Hou daar rekening mee ook, hè. Als je vertrekt voor een tocht in de bergen. Zie je altijd dat je je nodige materiaal mee hebt. Ja, Jasper heeft het eigenlijk al opgenoemd, hè. Voldoende beschermende kledij. Het weer kan heel snel omslaan. Reddingsdeken, drinken, eten. Nu, voor mijzelf, als ik lange tochten doe... Eten is nog altijd een groot probleem. Dat is ook de reden dat ik soms wel eens ja, een probleemje heb dat het niet te best meer lukt. Zeker na 3-4 uur durf ik wel eens in de problemen terechtkomen. Ik zoek al jaren naar een oplossing, maar ik kom er gelijk niet toe. Dus ja, ben ik eigenlijk wel wat overgeschakeld naar old fashion, soms gewoon een boterham met peperkoek of dergelijke. Je verliest daar wel wat tijd mee, maar beter zo dan dat je ja, zware problemen krijgt. Hè. Waar was ik terechtgekomen? Mijn trainingen voor Skyrun, die tracht ik eigenlijk zoveel mogelijk in de bergen zelf te doen.
Ik ga enkele keren per jaar naar Madeira. Mijn vader heeft daar een appartementje, dus voor mij is dat wel ideaal. Nu, dat is geen hooggebergte, maar vergis u niet, Madeira is best pittig en daar kan je eigenlijk ook op 3-4 kilometer al snel 1200 tot 1500 meter stijgen en uiteraard ook weer dalen. Vorig jaar hadden we daar bijvoorbeeld op de hoogste toppen 70 centimeter sneeuw. Dat hadden ze daar eigenlijk nog nooit gezien, dacht ik. Dus die keken ook heel raar als wij daar aan het trainen waren. Voor de rest, ja, tracht ik ook altijd mijn zomervakanties ergens in de bergen te doen. Meestal is dat Oostenrijk. Ja, voor mij, je ziet het ook, de foto achter mij, voor mij is bergen, natuur, sport, dat is de ideale combinatie. En ik zou eerlijk gezegd, als ik terugkijk naar mijn leven voor mijn 30ste, ik kan het mij niet meer inbeelden dat ik zonder het skyrunnen en het trailrunnen nog zou moeten doorgaan. Dat is misschien raar gezegd, maar toch. Wat kan ik nog zeggen van mezelf? In 2019 op Madeira heb ik samen met mijn broer de Ecotrail van Madeira gewonnen. Het doel dit jaar is om dat nog eens te proberen. Weliswaar zonder mijn broer, die zal daar niet zijn. Dat is natuurlijk een trailwedstrijd, maar voor de rest zal ik daar ook wel nog veel skyrun trainingen afwerken. Voor de rest, dit jaar heb ik eigenlijk niet echt veel wedstrijdplannen op skyrun vlak dan toch. Volgend jaar zal dat weliswaar wel weer het geval zijn. Maar ik heb al zodanig veel andere wedstrijden in mijn agenda staan, dat ik het even een beetje opzij geschoven heb. Dus het zal enkel bij trainen blijven. Nu, wat ik eigenlijk ook enorm, enorm plezant vind aan trailrun en skyrun, is gewoon de community. Als je toekomt na een wedstrijd, ja, je praat met elkaar, je drinkt iets met elkaar, je eet iets met elkaar, je blijft plakken. En in de atletiekwereld vind ik dat toch eigenlijk een groot verschil. Waar dat je echt heel veel meer dat haantjesgedrag hebt. Mekaar de loef afsteken, dat heb je eigenlijk in een trailwedstrijd of een skyrunwedstrijd totaal niet. Dus als je iemand ziet bijvoorbeeld dat een probleem heeft, dan ga je die persoon zelfs helpen. Zelfs al loop je bij de eerste vijf in een wedstrijd, het is zelfs een verplichting, dacht ik. Dus allee, voor mij is dat ook wel een belangrijke. Kan nog iets zeggen over het Europees kampioenschap. Ja, net zoals Jasper was ik eigenlijk echt wel vereerd om daaraan mogen mee te doen. Zeker op mijn leeftijd. Ik had het niet echt meer zien komen. Ik ben wel gewoon van een paar provinciale en Belgische kampioenschappen mee te doen. Maar een Europees kampioenschap, dat was toch wel net iets anders. En Jasper zei het daarnet ook, als je dan een Spaans nationaal team ziet toekomen, waar dat volgens mij een voedingsspecialist, een kinesist, een dokter, allee, daar was van alles en nog wat bij. Je ziet die mannen aan de start staan, dat waren trouwens niet de enige. Daar stonden Nooren, Portugezen, allemaal toch nog net iets van een ander niveau dan mezelf. Ja, dat was wel even schrikken. Voor mij was het ook ja, van in het begin aanklampen. De race voor mezelf heeft, dacht ik, een goede 6 uur. Ik weet het niet meer van buiten. Een goede 6 uur geduurd. Ik heb heel weinig op mijn horloge gekeken. Mijn enige doel was het halen. Want het was voor mij ook nieuw. Dus 35 kilometer met 3500 meter stijgen en dalen. Ja, vooral het dalen. Ik moet eerlijk zijn, ik heb hem echt afgezien. Waar dat stijgen redelijk goed liep, het afdalen, zeker door het feit omdat ik al jaren met een hernia zit. Het deed soms pijn, maar echt heel veel pijn. En aan de laatste bevoorrading ben ik zelfs een kwartiertje blijven zitten. Maar dan gewoon met gedacht van, ik wil het halen. De Europese kampioenschap, titel of gedachte, dat was helemaal weg. En het was eerder de Olympische gedachte geworden aankomen. Dus ja, kijk, na 6 uur ben ik dan toch bij Jasper. En Kevin was onze derde loper die mee was aangekomen. En allee, die stonden te wachten op mij, wat dat ook wel heel leuk was.
Ja, de foto's die jullie nu nog zien op de slides, dat is... ja, dus de twee rechtse, die heb ik vorig jaar getrokken in Oostenrijk, waar dat ik een van de hoogste bergen beklommen heb. Dat was eigenlijk een beetje een combinatie van alpinisme en skyrun. Dus niet echt aan te raden zonder een supergoede voorbereiding. De linkse, dat is van op Madeira, zoals je ziet, heel rotsachtig. Dus eigenlijk ideaal als voorbereiding voor het Europees kampioenschap van Portugal. Ziezo, dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal. Dankjewel, Jo. Ik denk dat er zeker vragen zijn. Misschien toch nog even terugkomen op die wedstrijd. Die wedstrijd in Portugal, ja, dat was ook voor KBF en CNBEL, wat de Belgische federatie eigenlijk is voor de bergsportfederaties. Ja, voor ons was het vooral ook een pilot, een eerste ervaring met zo'n... een EK-wedstrijd en we wouden daaruit leren enerzijds wat de atleten nodig hadden, hè, naar ondersteuning om daar te geraken, praktisch. Wouden we ook even weten van ja, achteraf hebben we een feedbackbespreking gehad van wat was er goed aan, wat was er niet goed aan. Maar ook naar hoe heb je kunnen voorbereiden op zo'n wedstrijd, wat zijn eigenlijk lessons learned voor de community die je meepakt. En dat is ook een beetje de reden waarom we vandaag daar ook aan we stilstonden. Maar anderzijds ook gewoon, ja, hoe gaat het eraan toe op zo'n EK? Wat zijn eigenlijk behoeften die jullie hebben? Voor alle duidelijkheid, de bergsportfederaties in Vlaanderen en in Wallonië, die samenwerken als Belgische federatie onder CNBEL, die zijn niet zo, hoe zou ik zeggen, goed gefinancierd, laat staan, rijk, om een hele sporttechnische ploeg mee te sturen met kinesisten en zo. Maar... zoals jullie weten, de Nederlanders die zijn ook altijd heel ondernemend in de bergen. Ondanks dat we platte landjes zijn, zijn die zeer goed bezig in het Skyrun-circuit en worden die ook wel serieus opgemerkt. En we zijn nu al gesprekken aan het voeren om te kijken hoe we kunnen samenwerken om eventueel op medische staf en zo verder af te stemmen. En misschien wel wat ondersteuning mee te sturen. Maar goed, toch eerst even terug naar die Skyrun-community, want daar gaat het eigenlijk vandaag om. Hè, dat we die community een beetje uitbouwen. We hebben een Skyrun team van KBF uit, dus dat zijn lopers die we geselecteerd hebben. En we hebben daar een aantal criteria voor uitgedacht. Waarom hebben we criteria gebruikt? Omdat je natuurlijk ergens een basis moet hebben voor ja, wie stuur je wel, wie stuur je niet. En we hebben dus ook een oproep gelanceerd een tijdje terug van ja kijk, stel je kandidaat. We zijn daar niet super streng in geweest in de zin van dat we een gezonde diversiteit worden, maar wel mensen met... niet per se winnaarspotentieel, maar wel deelnamepotentieel. Hè. Dus dat het op een, want dat hebben we ook tegen de heren gezegd die vorig jaar hebben deelgenomen aan het EK. Het moet vooral plezant blijven voor jullie. Dat is het doel. Winnen, dat is een fijne bijzaak, maar het moet verantwoord en plezant blijven. Ondertussen zijn trouwens een heel aantal mensen die nu geselecteerd zijn voor 2022, die zijn hier aanwezig. Dus dat is ook wel tof. Bedankt daarvoor. Maar de criteria die we gebruikt hebben voor een 2022 waren eigenlijk een palmares. Mensen moesten eigenlijk een omschrijving geven van hun 3 jaar loopervaring. En als dat langer terugging, mocht dat ook natuurlijk langer teruggaan. Maar minstens 3 jaar, ja, iemand die op maandag opgestaan is uit zijn zetel en zegt oh, vanaf nu ga ik Skyrun ambities koesteren en die heeft nog nooit gelopen, ja, dat is natuurlijk iets te weinig. Je moet echt je lichaam al een beetje georiënteerd hebben op het lopen. Dat kan ultralopen zijn, traillopen, maar goed, bij voorkeur iemand die al heel wat ervaring heeft met lopen. Bij voorkeur dus lange afstanden, hoogteverschillen en als het kan, ervaring in een bergcontext. Iemand die nog nooit in de bergen geweest is, die zich totaal niet kan voorstellen hoe die paden erbij liggen, hoe de weersomstandigheden zouden kunnen zijn, ja, dat is natuurlijk wel een minpuntje dan. Dat is natuurlijk niet onoverkomelijk als je daar weinig ervaring mee hebt, maar iets van ervaring is altijd een surplus. Fysiek moet je in goede conditie zijn. Dat is natuurlijk wel essentieel. Dat is al gezegd. 35 kilometer lijkt niet lang. Zeker voor sommige lopers hier die trails doen van 40, 45 kilometer. Maar ja, in de bergen, die hoogteverschillen, onderschat het inderdaad niet. Hè. We hebben ook een beetje geprobeerd te objectiveren. Hè. Mensen die een hogere ranking hadden, die hebben natuurlijk... beter gescoord in de criteria. Een ranking op ITRA of B-Trail zou wel fijn zijn, omdat we dan een beetje een objectieve parameter hebben. Natuurlijk, een engagement, want dat kunnen we op dit moment niet altijd controleren. Bij officiële wedstrijden wordt dat natuurlijk wel gecontroleerd.
Maar de principes van dopingvrij sporten, die moeten gevolgd worden. Dat is ook een engagement dat we vragen aan ons Skyrun-team. Zij hebben ook een kleine overeenkomst getekend met KBF, waarin de do's en de don'ts eigenlijk omschreven staan. En vooral de engagementen die we aan elkaar aangaan. Dat is niet echt heel formalistisch, maar dat is vooral een belangrijk engagement dat we als partners samen voor die Skyrun-sport gaan. En wel een beetje verantwoord gedrag hoort daar dan ook bij. Ik kan wel al meegeven, voor 2023 begint er al zoiets in het achterhoofd te groeien over, kunnen we geen BK organiseren, hè? Dus Belgisch kampioenschap. De Nederlanders die gebruiken een wedstrijd om een selectie te maken. Eén wedstrijd is natuurlijk niet altijd representatief, want als er dan een paar mensen zijn die niet deelnemen, ja, dat is natuurlijk spijtig, want sommige mensen die nemen deel in een andere wedstrijd in de bergen, kunnen dan niet deelnemen. Maar goed, het begint misschien wel te rijpen om zo'n BK en een NK samen te organiseren. Opnieuw kijken of we kunnen samenwerken met de Nederlanders, zodat die community niet alleen uit België bestaat, maar ook meteen uit de andere mensen van de vlakke landen. En zo krijgen we toch ook weer community en een fijne sfeer. Dat proberen we over na te denken en te kijken wat mogelijk is. Misschien dat dat nog niet voor 23 is, maar voor eerder voor 24. Maar opnieuw, daar kom ik zelfs toe. Voor de planning voor de komende jaren. Daar willen we samen met jullie werk van maken. Samen kijken wat mogelijk is. Voilà. Wie zit er dan in dat Skyrun team? Ladies first. Astrid, ik denk dat ze er vanavond ook bij is. We hebben Aaron Levy, ik heb die ook gezien, denk ik. Frederik is er ook. Jasper Frederik is er ook. Jasper Manhart is er zeker. Thomas Wouter kon er vandaag niet bij zijn. En Raoul, dat is iemand die toevallig in Frankrijk woont. En die doet ondertussen ook mee aan de Youth Championships in Andorra. En hij is ook BK, hij is bij de jeugd, heeft hij BK bergloper gewonnen. Dus er zitten wel een aantal mensen bij met wat ervaring. Sommige mensen iets minder ervaring. Maar voor ons als KBF is het vooral belangrijk dat mensen een soort van spiegel kunnen zijn voor anderen, om fun te beleven in die sport en een groeiverhaal voor zichzelf uit te werken. Ja, Jasper zei het al, ik vind het gewoon geweldig dat ik kon deelnemen. En wel, dat is ook een beetje de bedoeling, dat mensen een platform krijgen om te groeien, om ook een beetje die sport uit te dragen in Vlaanderen, maar ook er fun aan te beleven en zo anderen te inspireren om aan die sport te beginnen en die inspanning te leveren om eventueel op termijn competitie te lopen of recreatief aan Skyrun events deel te nemen. Want deze mensen lopen ook andere events dan het officiële circuit natuurlijk. Het is ook een warme oproep vandaag om deel te nemen aan een Skyrun Gathering. Dus mensen die interesse hebben, je hoeft zeker niet al 20 jaar loopervaring te hebben. Als je gewoon zegt, dat spreekt mij wel aan, ik zou daar graag wat meer over weten. We gaan op weekend naar de Chaveaut, en dat is in Mayen, vlakbij Namen. En daar gaan we een avond en een dag doorbrengen. Dus zaterdagavond 14 mei gaan we samen een beetje ervaringen uitwisselen, samen eten, fijne babbels hebben, vooral iets sociaals doen. En op zondag dan gaan we een aantal inhoudelijke thema's aanstippen. Bijvoorbeeld heel bergspecifieke zaken. Hoe communiceer ik met de nooddiensten als ik iets voor heb, maar ook andere zaken rond dingen die aangegeven zijn vanuit het groepje die de voorbereiding deed. We zouden misschien rond afdalen wel iets kunnen doen. Of lopen met stokken. Hoe kunnen we daarop inspelen? Dus we hebben aan de kiné van Karel Sabbe gevraagd om een programma uit te werken. En een aantal van de mensen uit de community hebben een run in elkaar gestoken van 15 kilometer. En een paar honderd hoogtemeters. Om ook recreatief een toffe loop te hebben. Zodat het niet de hele tijd stilzitten is, maar ook echt iets doen is. En vandaar toch een warme oproep. Wil je nog deelnemen, stuur een mailtje, want het zit bijna vol zet. We hadden gericht op 20, 25 deelnemers en op dit moment zitten we denk ik aan 18 of 19 deelnemers. Dus zeker nog volk welkom. En als er meer volk afkomt, dan nog beter. Maar registreren is wel verplicht. Het kost €45, overnachting en maaltijd inbegrepen. Komt dik in orde. Natuurlijk, community bouw je niet zelf alleen. Hè? Dus ik kan hier wel spreken, de heren kunnen spreken. Maar je kan ook zelf participeren. Er is een soort van webvorm gezet op onze website. En daar kan je registreren. Als je naar bepaalde wedstrijden gaat om te trainen, om gewoon wedstrijden te lopen of events, dan kan je dat aangeven. En dan kan je samen carpoolen, kan je samen trainen. En zo kan je eigenlijk samen dingen doen. Dat is een beetje de bedoeling ook. In het binnenland hebben we ook een aantal activiteiten waar we zo van denken, dat zijn interessante activiteiten om je voor te bereiden op het skyrunnen. Opnieuw,
Ik heb dat niet uitgevonden. Hè. De heren hier aan de digitale tafel en nog een aantal anderen hebben daar het lijstje samen opgesteld van wat lijken ons relevante events. Sommige zaken die zijn er heel binnenkort al, andere lopen pas wat later op het jaar. We hebben zo'n aantal zaken voor het binnenland, maar natuurlijk weten we ook dat jullie soms ambitieus zijn en meteen naar de bergen willen of al regelmatig naar de bergen gaan. Dus ook voor het buitenland hebben we een aantal zaken die interessant kunnen zijn. De vier races die hierop staan, zijn er drie waar je zo aan kan deelnemen als je een registratieticket kan vastpakken. En daar ga je dan ook het Skyrun-team of grote delen van het Skyrun-team elke keer tegenkomen. Je gaat die wel herkennen, die krijgen van ons een leuke tenue en die komt er binnenkort aan voor trouwens de lopers die hier aanwezig zijn. In september is het dan het WK in Italië. Dat is toch wel een mooi event, een mooie locatie. Ja, dat zijn toch een aantal dagen dat die community elkaar daar vindt. Want er wordt ook verwacht dat je daar dan die dagen bent. Niet enkel voor die ene loopwedstrijd, maar ook voor die andere wedstrijden, zodat er ook publiek is om de mensen te stimuleren en te supporteren. Dus dat kan ook wel heel tof zijn om aan die andere events deel te nemen. Maar ook als jullie in de buurt van Italië zijn in september en je zegt, ja kijk, ik wil wel graag gaan supporteren, dat zijn dan de data die je in je agenda moet zetten. Opnieuw, wil je afstemmen? Dat kan via de online platform. Je kan dat ook vinden op onze website. En natuurlijk in september, dan beginnen we eigenlijk een beetje te plannen, wat gaan we in 2023 doen? Dit jaar hebben we ook samen met een groep van ongeveer 15 à 20 mensen die met Skyrunnen op een of andere manier bezig waren of interesse hadden, een soort van programma uitgewerkt. Wat gaan we doen? Ah, een webinar, oké, dat kan interessant zijn. Een workshop zou wel tof zijn. Ah, misschien toch een ontmoetingsweekend. We hebben nu ook al vragen voor rond jeugdspecifieke gatherings te organiseren. Dus allee, we hebben heel veel ideeën, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. En dat plannen we een beetje in het najaar. En ook een nieuwsbrief die we dan uitsturen met kijk, dat gaan we doen. Dat zijn interessante zaken. Wil er iemand aan meewerken of aan deelnemen? Dat gaan we dan in die nieuwsbrief meegeven. Dus registreer je ook zeker op de nieuwsbrief van KBF of de specifieke nieuwsbrief op onze website voor de mensen die aan Skyrunnen willen doen. Daar moet je geen lid voor zijn om je te registreren voor die Skyrun nieuwsbrief. Natuurlijk, als KBF zijn we natuurlijk heel blij als je lid wordt van KBF. Maar in mijn ogen is dat een mooie bijzaak, maar dat is niet de essentie van het verhaal vanavond. Het jaaractieplan 23, net zoals alle andere disciplines, hebben we een bepaald budget dat we voorzien voor het skyrunnen. We zijn geen superrijke federatie, maar we willen wel geleidelijk aan investeren als we voelen dat die community ook zelf aan de kar trekt. Als jullie aan de kar trekken en duwen om zelf met voorstellen te komen, af en toe te zeggen, we zetten daar onze schouders onder. Dat wil niet zeggen dat je elke week op elke training aanwezig moet zijn. Dat is niet de bedoeling, maar wel dat die weekends die we organiseren of die dagen, die workshops, dat er een paar mensen elke keer zeggen, kijk, we willen er wel graag aan meewerken. Dan krijgen we eigenlijk een goed gevuld jaaractieplan. En hoe meer mensen dat eraan meewerken, hoe sterker onze community en onze ploeg wordt en hoe sterker dat die ploeg is, ja, hoe volwaardiger we dat programma kunnen vervolmaken. En dan is een BK echt wel haalbaar in 2023. En misschien is het dan ook wel interessant om verder te investeren in de sport. KWF moet dat ook natuurlijk een beetje afwegen ten opzichte van de andere disciplines die ze ondersteunt. Voilà, dat brengt mij tot de Q&A. En ja, ik zou zeggen, shoot, ik heb een aantal vragen zien passeren. Ik zou zeggen, laat ze ons even overlopen. Er was een vraag naar de wedstrijden die gelopen worden of de events. Ik heb gezien dat er in de chat al op gereageerd is en dat sommige mensen gelijkaardige dingen gaan doen. Sowieso in onze nieuwsbrief kondigen we ook aan wat de events zijn of de Belgische en de buitenlandse events die interessant kunnen zijn voor skyrunners. Er is de vraag of iemand ervaring heeft met de marathon op de Mount Everest. Ik zie niet meteen een reactie. Misschien is er nog wel een ambitie die wat verder ligt. Dat moeten we ook misschien wel meegeven van het KBF. En ook wel belangrijk dat er een beetje duurzaam naar die sport gekeken wordt. We gaan niet zomaar mensen naar heel de wereld uitsturen. Proberen vooral in Europa ondersteuning te bieden. Omdat natuurlijk die verplaatsingen, die zijn mooi. Dat zijn unieke wedstrijden. Maar natuurlijk, ja, eigenlijk ecologisch is dat niet altijd. In heel de bergsportcommunity begint dat ook rond het sportklimmen discussie te worden. Van zijn die verre wedstrijden? Moet heel de wereld daar zijn? Is dat echt wel interessant? Ja, daar worden toch wel nieuwe discussies gevoerd over hoe duurzaam is dat. Is dat echt wel nog verantwoord in deze tijd? Maar dat neemt niet weg dat er misschien wel toffe opportuniteiten zijn. Voilà. Voor de rest niet echt heel veel vragen precies. Vooral eigen ervaringen die gedeeld worden.
Goed. Als er vragen zijn, shoot, zou ik zeggen. Mocht je ook mondeling stellen, als je liever doet. Kenny vroeg nog, begrijp ik dat het vooral gaat om afstanden boven de 20 kilometer? Ik denk dat je in skyrunning hebt ook disciplines dat korter zijn. Dus je hebt de vertical en de speed dat korter zijn. Maar ik denk dat de KBF verbetert als ik fout ben. Vooral de normale sky ondersteunt. En dat gaat altijd naar de 30. Ja, 30 en langer. En dan hebben we nog de ultra, dat uiteraard nog wat verder is. Dat neemt natuurlijk niet weg, hè, dat je als je traint voor iets in de bergen, ja, je gaat niet altijd trainen om meteen die 30 kilometer te lopen. Dat is niet voor iedereen realistisch. Dus die kortere afstanden, voor alle duidelijkheid, als je een kortere afstand in de bergen loopt, ja, dan gaan we niet zeggen, oeh, dat is geen skyrunnen. Het officiële skyrun-circuit heeft een aantal criteria voor wedstrijden. Maar natuurlijk, als jij gaat lopen in de bergen, ja, is dat trailrunnen, is dat skyrunnen, dan moet je zelf een beetje benaderen wat je ambitieniveau is. Als het gewoon is om events te lopen die in een trailrun-circuit zitten, ja, dat zijn heel veel gelijkenissen met het skyrun-circuit. Alleen zijn de criteria van een wedstrijd om, ja, hoe zou ik zeggen, u als skyrun-kampioen uit te laten roepen, anders dan die van een trailrun-wedstrijd. Dus ja, in die context, in de bergen lopen, is voor ons eigenlijk het criterium om geïnteresseerd te zijn in die skyrun community. En begint je met 2-3 kilometer door de bergen te lopen om uiteindelijk een vertical te kunnen doen of om uiteindelijk in de snow te kunnen landen, dan is dat zeker mogelijk. Maar opnieuw, we zijn het verantwoorde sport. Er zijn een aantal disciplines, subdisciplines bij het skyrun waar we eigenlijk onze vragen bij stellen. Bij snow, dat ziet er heel, heel chic uit. Maar dat is echt wel levensgevaarlijk, want als je daar lawinegevaarlijk terrein hebt en zo, en ja, dat zijn toch andere risico's dan op een gewone loopwedstrijd. We zijn daar voorzichtig in om daarom te pushen. De Sky en de Sky Ultra lijken ons logische disciplines om te steunen. De andere zijn, ja, hoe zou ik zeggen, een beetje voor de happy few die heel wat ervaring hebben. En als er daar escapades zijn in de toekomst, die mensen die ambitie hebben, dan willen we dat zeker overwegen. Maar daar werken we vooral niet zo zeer rond. We werken echt vooral rond die Sky en die Sky Ultra. Ja, ik kan me daar ook bij aansluiten. Allee, als je over dat Snow Sky spreekt, ga je eigenlijk al meer op het terrein van alpinisme. En allee, ik denk dat wij inderdaad, zeker de KBF, daar weinig te zoeken heeft momenteel. Hè. Ik had wel nog wat vraagjes gezien over ja, schoeisel. Eigenlijk vind ik dat ook heel persoonlijk. Maar misschien een goede tip voor blaren. Dat is misschien wel iets dat ik kan meegeven. Wat ik vroeger altijd deed, dat was klimtape rond al mijn tenen doen. En ik moet zeggen, ik ben daar mijn eerste jaren, dus voordat mijn voeten een beetje gewoon geraakt zijn aan lange afstanden, ben ik daar eigenlijk heel goed mee geholpen geweest. Dat is, ja, natuurlijk... Hier bij de KBF, klimtape. Ik zit op de goede plaats, hè. Dus, maar eigenlijk, ja. Ik heb daar sindsdien nooit meer last van gehad. Nu gebruik ik dat niet meer, maar in der tijd wel. Het was ook nog een vraagje over tja, schoenen los doen, niet te vast. Dat zou ik eigenlijk nooit doen. Met losse schoenen, allez, ga je alleen maar blaren krijgen op je voeten. Hè. Dus... Ja. In de chat zijn er ook nog wat vragen over bergaflopen. Er is juist ook al een paar keer aan gerefereerd. Dat is eigenlijk wat we in die Skyrun Gathering echt wel op gaan werken. Ik denk dat mondelinge toelichting daar eigenlijk nooit voldoende kan zijn. Hè. We gaan daar echt werken op echt techniek op terrein. Korte afdalingen zullen dat waarschijnlijk wel zijn. Maar de oefeningen die daar gegeven gaan worden in die workshop, die zijn echt wel gefocust op de afdalen. Dat is ook een beetje de bedoeling van die activiteiten die we gaan opzetten, die niet digitaal zijn, maar eerder fysiek. Om ja, specifieke technieken te oefenen in een context dat je daar begeleid in wordt, dat je daar feedback in kunt krijgen, dat je ook wat ervaring kunt opdoen en dat je van elkaar kunt leren, ja, dat werkt bij mij goed, dat werkt niet goed. Want zoals Jo het juist al zei, voor Jo werkt die klimtape heel goed, maar voor iemand anders gaat dat misschien totaal niet werken, omdat die een heel andere huidtextuur heeft en dat die misschien, bij wijze van spreken, ja, veel sneller... achteraf blaren krijgt of frictie krijgt van die een tape die schuurt. Dus dat is heel specifiek. Rond trainingsparcours, daar denk ik wel dat we ook door de community wat tips en tricks kunnen gaan delen. En nu hebben we een heel summiere webpagina op onze website van KBF. Maar misschien dat er wel iets uit voortkomt uit die community om trainingsparcours die echt specifiek voor skyrunners interessant zijn, dat die wat gedeeld worden.
via social media kanalen of via een apart webplatform. Dat moeten we nog bekijken. Maar dat brengt mij trouwens bij iets wat ik nog vergeten te zeggen ben. En dat is eigenlijk, ja, we hebben een social media pagina, ook een Instagram account van KBF Skyrunnen. Ik zou zeggen, like dat, volg dat, want dat is een beetje het kanaal waarmee we ook gaan communiceren naar een breder publiek. En zo ga je samen met die nieuwsbrief regelmatig wat geüpdate worden over het Skyrunnen en ook praktische zaken. Want ja, we willen vooral ook die community een platform geven om te kunnen communiceren met elkaar, maar ook om informatie uit te wisselen en liefst praktische informatie. Stabilisatietraining en zo, hetzelfde als met dat lopen bergaf, dat gaan we echt wel rondwerken in die gathering. Voilà. Rond voeding waren er ook heel wat vragen, Jo, in de voorbereidende mails of bij het inschrijven. Ik denk dat we daar ook wel eens een workshop kunnen rond doen, omdat dat ook heel divers is. We hebben een aantal mensen die voor andere bergsportdisciplines ook voedingsleer geven. En die kunnen er misschien ook wel wat interessante zaken meegeven. Wat zijn dingen die heel snel verteren en licht zijn voor de maag, maar toch lang energie geven enzovoort. Er zijn ook verschillende technieken om rond voeding te werken. Op voorhand heel veel bepaalde zaken opnemen of eerder tijdens de wedstrijd of gecombineerd. Er zijn een aantal ervaringsdeskundigen hier vanavond. Ik denk dat die daar uren over kunnen praten. Ik heb over tijd nog een weekend gehad dat er iemand langs me zat en die moest een heel wit brood opeten voordat ze dan daarna naar een wedstrijd kon doorgaan. Dus alleen, ik denk dat er verschillende technieken en mogelijkheden zijn, maar dat zijn wel interessante zaken om eens over te discussiëren. Wat werkt voor mij, wat werkt voor mij niet? Er zijn heel veel dingen die uitgewisseld worden, dus ik ben heel blij dat dat al gebeurt, want dat is een beetje het doel van de community, hè, dat er heel veel ervaringen gedeeld worden. Er was ook nog ergens een vraag op voorhand over een kalender. Nu, daarvoor verwijs ik eigenlijk gewoon naar de Skyrun. Er is een algemene website, hè? Ja, dus de officiële Skyrun-website, daar staan inderdaad de wedstrijden op die in het officiële circuit in de bergen in de circuit deel uitmaken. Daar ga je dus eigenlijk de meeste van die Skyrunners opnieuw tegenkomen. Maar daarnaast gaan we ook een aantal zaken op de kalender zetten van events die in België of in omstreken, in de Benelux, misschien interessant zijn, die een beetje dichter bij huis zijn, dat je niet altijd naar de bergen moet voor te trainen, maar dat je misschien elkaar ook eens een paar weekends op rij kunt ontmoeten op zo uitdagender terrein, dat niet per se de andere kant van Europa is. Had nog een vraagje gezien, Yannick? Dat was, ik weet niet, misschien hebben jullie daar meer kennis over. Mensen met hoogtevrees en skyrunnen. Allee. Ja. Ik denk persoonlijk dat dat geen goede combo is, maar misschien valt er daar wel iets voor te doen. Dat hangt er vanaf, hè. De hoogtevrees is dat omwille van het feit dat men meteen terrein opzoekt, dat serieus buiten de comfortzone is, of is dat gewoon door bij wijze van spreken een gebrek aan kennis over wat zijn de risico's in de bergen en hoe kan ik met die risico's omgaan? Een slecht voorbeeld misschien, maar mijn vrouw is eigenlijk iemand met hoogtevrees. Als die zich fysiek niet al te sterk voelt en we gaan de bergen in, heeft die daar heel snel last van. Als die getraind is, voelt die zich goed, heeft die al wat rust gehad voordat we op vakantie gaan, dan kan die eigenlijk veel meer accepteren qua hoogtevrees. Maar opnieuw, dat is geen one size fits all, het is een beetje een combi. Als je fysiek goed voelt, als je weet wat de risico's zijn, hoe kan ik eventueel op heel technisch terrein stappen, daar kunnen we ook specifieke technieken voor gaan gebruiken. Dan gaat je veel zekerder voelen op een bepaald terrein. En als je veel zekerder voelt, dan gaat je veel minder snel overgaan naar die angstreflex. Maar opnieuw, er is geen one size fits all. En in de ene situatie gaat dat allemaal voldoende zijn, en in een andere situatie niet. Dus ja, ik zeg niet dat je niet kunt skyrunnen als je hoogtevrees hebt. Maar ik ga ook niet garanderen dat je het zeker wel gaat kunnen doen. Het is een beetje een persoonlijk traject opnieuw. En opnieuw, daar zijn ook nieuwe technieken voor. Sommige mensen werken met virtual reality om geleidelijk aan over die hoogtevrees te geraken. Maar opnieuw, dat werkt niet voor iedereen. Dus er zijn wel opties. Je hoeft niet per se per definitie te zeggen, ik kan niet gaan skyrunnen omdat ik hoogtevrees heb. Maar het zal wel moeilijker worden en moeilijker zijn. Dat is sowieso. Denk ik ook. Goed. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Ja, het ging daarnet nog een beetje over stabilisatieoefeningen.
Ik doe dat persoonlijk veel te weinig, denk ik. Nooit. Omdat ik daar... Ja, ik heb soms de ambitie om daaraan te starten, maar ik hou dat nooit vol. Maar ik denk wel dat dat absoluut een meerwaarde is. Dus ja, als je daarin goed bij voelt, dan moet je dat zeker blijven doen. En ik denk, ja, dat het zeker nuttig is om blessures te vermijden. Ik denk dat voor de rest gaat over technische routes in de chat. Ja, ik denk dat ook, dat is ook de reden waarom we zeiden, verantwoord sporten en die stabilisatieoefeningen kunnen zeker goed werken. Maar opnieuw laat u daarin begeleiden dat je stabilisatieoefeningen goed doet. Want veel trainen is goed als je de oefeningen goed doet. En zeker bij stabilisatieoefeningen is dat heel belangrijk. Ook bij krachtoefeningen voor spieropbouw of specifieke spieropbouw of specifieke aanhechtingen. Dan moet je echt wel goed die oefeningen op de juiste manier aangeleerd krijgen. Dat je goed weet wat het effect is van je oefening. En dat je niet zomaar iets doet wat je online hebt gezien of van iemand gehoord. Daar moet echt die uitleg bij zijn van waarom doe je dat en waarom doe je dat zo. En waarom doe je dat vooral niet zo. Want als je dat doet, dan gaat je dit belasten. Er zijn heel veel oorzaak-gevolg-effecten van ja, als je een bepaalde oefening doet, dan gaat misschien een ander gewricht er last van krijgen. Hè. Bijvoorbeeld als het over rugklachten gaat. Er zijn heel wat zaken die impact hebben op je rug. Terwijl je dat misschien niet zou weten. Een heel simpel voorbeeld is een steunzool. Dat kan enorm veel impact hebben op een hernia. Terwijl dat misschien wel veel beter is voor je voeten en voor je stabilisatie en voor je knieën en zo. Maar voor je rug kan dat misschien een nadeel zijn. Dus ik denk dat dat goed is om daar inderdaad nog eens een specifieke workshop of thema rond te organiseren. En rond de routes, ja, ik zou zeggen, we gaan echt een platform moeten vinden, onze socials misschien, om goede routes uit te wisselen. Hè. En anders, ja, ik heb gehoord van, hoeveel duizend waren er? 25.000? Ja, maar dan ga je erover trailroutes. Dus ja, ik heb daar niks tussen staan dat in de Ardennen zit, bijvoorbeeld. Hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus dat is nu niet echt een goed voorbeeld, denk ik. Maar het komt er wel op neer wat je zegt. Het is wel juist, hè. Oefeningen zijn eigenlijk echt wel noodzakelijk, hè. Maar het is inderdaad afhankelijk van wie dat je bent, hè. En uw begeleiding. Hè. Maar het is een feit, met oefeningen veel minder blessures natuurlijk. Hè. Voilà. Goed. Ik heb de indruk dat er nog mensen graag wat willen babbelen of wat willen ideeën uitwisselen. Misschien is het goed, Debbie, dat we dan hier de opname afsluiten en dan kunnen misschien de ideeën wat uitgewisseld worden. Want ik zie hier heel veel tips over de routes. En toen was